Mijn naam is Anneke de Lang en sinds 7 jaar schilder ik aardeengelen. Aardeengelen zijn mensen die het licht verspreiden op hun eigen unieke manier. Dat zijn allemaal waardevolle mensen en ik mag hun vleugels schilderen. Ik wist helemaal niet wat het betekende. Ik had geen idee wat een aardeengel was, maar het kwam zomaar tot mij dat ik dat mocht gaan schilderen. En toen heb ik me daar helemaal in verdiept wat het is en wat de betekenis daar allemaal van is. Elke dag stapjes genomen om mij dat eigen te maken. En het universum geeft mij vaak eigenlijk altijd de kleuren aan. Zelfs ook de mensen die ik mag schilderen, dat wordt doorgegeven. Dat kan ik niet bedenken. Alleen ik moet het wel creëren. Dus het is een samenwerking met de lichtwereld en wat ik kan. Het is mijn ziel en zaligheid, dus ik leg mijn hart en ziel erin. Nu voor het eerst heb ik mijn eigen expositie in Enkhuizen, in een hele mooie kerk. Ik toon daar 14 schilderijen van aardeengelen. En een stuk of 6 kleinere schilderijen van de Heilige Familie, die ook de laatste jaar steeds meer tot mij komen. En die schilder ik helemaal vanuit mijn intuïtie, mijn gevoel. Daar ben ik ook ongelooflijk blij mee, want dat geeft zoveel, ja, kracht. Het is mijn levensdoel geworden en mijn passie om dit, ja, dit mooie werk te doen. Hoe liefdevol is ze? Ze is zo mooi. Zij heeft mij laten voelen dat iedereen een kroontje verdient. Daar is zij wel een voorbeeld van. Alle aardeengelen hebben iets te brengen in deze wereld. Ze zijn echt van belang om het licht te verspreiden. En als we dat allemaal gaan doen, dan wordt het eigenlijk veel meer vrede op aarde. Ik heb heel veel passie en liefde om deze mooie aardeengelen te schilderen. En dat gaat de aardeengel ook voelen. De schat in hunzelf, de rijkdom in hunzelf, de liefde in hunzelf, die wordt voelbaar bij het kijken naar hun eigen schilderij. Dus samen zijn we op weg om het licht in de wereld te verspreiden. En zo de wereld mooier te maken.